In het centrum van de wijk Kolderbos ligt al enkele jaren een speeltuin. Vandaag heeft men er enkele avontuurlijke natuurspeeltuigen bijgeplaatst. Wij staan hier in het Kokko-Bongo-bos. Dit is een speelplein op Kolderbos, wat al bestond. Maar we hebben aan derdejaars van de Europaschool gevraagd om ons speelpleintje op te waarderen, omdat we hier in een natuurlijke omgeving zijn. En ze hebben zitten nadenken en we zijn gekomen tot een aantal aanvullende speelelementen. Enerzijds heb je het evenwichtsparcours en dat is gemaakt van oude boomstammen. En anderzijds hebben we ook nagedacht over een soort tunnel. En dat hebben we dan gemaakt met een hoopje zand, of eigenlijk een mooie hoop, met daarin een rioleringsbuis. En we merken dus dat op deze manier kinderen heel avontuurlijk met natuurlijke elementen kunnen spelen. En zo is natuurlijk dit pleintje weer een heel stuk aantrekkelijker gemaakt.